Nee? Ja. In. The Blissful Sufferings of Derek Beauchamp. Gaan ze over 50 jaar gaan ze nog naar deze beelden kijken in het filmmuseum, hoor. Over 50 jaar. 2048 zijn er nog mensen die gaan hier naar. Dat hij de zoon was van een vader waar hij niet tegenop kon zien. Op wie hij letterlijk moest neerkijken. Om wie hij zich, of hij het wilde of niet, moest schamen. Ging het steeds om maar voor Filmfestival Rotterdam een vertoning te hebben, omdat de beweging... Ja, het was een enorm succes. En toen is dit ding op het allerlaatst gemaakt en dat was de truc om een film te maken waar je geen kosten voor hoefde te maken. Als je dus alleen maar het materiaal liet ontwikkelen en je liet een stem uitspreken en je had live muziek, had je al een voorstelling. Afstotend waren en waarin hij droomde een andere. Een betere en vooral een grotere man als vader te hebben. Dit was Derek Beauchamp's probleem. Ik was naar die film toegegaan met het voornemen om hem te nemen. Bijna ongezien, omdat ik het zo enorme sympathie heb voor de manier waarop hij filmt. Als je die woorden die hij spreekt als festivaldirecteur, die hij hier zegt na de Blissful Sufferings. Hij zegt twee keer, ik meen het echt. Waarom zou iemand moeten zeggen dat hij iets echt meent als hij het al heeft gezegd? Als hij het echt zou hebben gemeend, dan zou hij gewoon namelijk hebben gezegd, oké, als het waar is dat dit de oorspronkelijk filmmaker is wat hij zegt, en dat hij humor heeft, en dat hij zoveel energie heeft, waarom dan niet hem een blind card geven? Nou, soms levert het wel aardig resultaat op. Ik moet zeggen dat Pim La Parra wel een verfrissende bijdrage heeft gegeven aan de Nederlandse film. Dat heeft laten zien dat je ook films kunt maken als je niet een budget van een paar ton of een paar miljoen achter je hebt, en dat je ook zonder subsidies met grote inventiviteit en met minimaal middelen aardige films in elkaar kunt draaien. Ook in sommige films van Pim La Parra zie je ineens locaties gekozen, in Amsterdam bijvoorbeeld, die je in de dure producties nooit zult zien. Dus die Mill Movie die heeft, geloof ik, zeker in de afgelopen jaren, een Nederlandse film wel een zeer eigentijds element aangebracht. Jan Simons hier op zo'n première, die vertelt geweldige dingen. Net zoals meneer Emile Fallon vertelt geweldige dingen. But could they put their money where their mouth was?
fantastische mensen die bezeten zijn van film, dat ze filmen en dat ze kunnen filmen. Daar is er niets op tegen. Die producten worden wel stuk voor stuk aangeleverd. En als ik dan serieus ermee bezig moet zijn, ik moet ook zeggen wat het voorstelt. Ja, het is moeilijk vergelijkbaar. Ik kan natuurlijk ook niet in de krant gaan schrijven dat er hier een fantastisch meesterwerk is. Toevallig wel, jongen. Ja, dus het blijft een beetje in het stadium nog, qua pijl van ja, bezig zijn. Ach, ik lul maar wat. Het is Peter van Buren die daar... Grappig om dat allemaal weer te zien. Ja. Hoe schrijft hij dan over de Minimal Movies? Ik weet het niet. Dit interesseert me allemaal niet. Ik ben ex-filmmaker, hè? Ik ben geen filmmaker meer. Ze hebben zich gestoord aan seksualiteit. Dat is wat de Minimal Movies allemaal in de afwerking storen. Het is, de manier waarop de personages met seksualiteit omgaan. En dat is gewoon wat in deze commissies, want iedereen vindt dan plotseling dat ze sensors moeten spelen. Maar dat is absoluut waarom de Minimal Movies, Extravaganza en... Nou ja, nee, en is het voor jou belangrijk, seksualiteit in de movies? Seksualiteit is de meest kernachtige emotie van mensen en de meest onderdrukte emotie van de mensheid. Ja, ik zou eigenlijk, een van mijn wensen is altijd geweest om een seksuele voorlichtingsfilm te maken. Ik noemde het ook. Een seksuele voorlichtingsfilm voor postmoderne volwassenen. Ik zou erg veel aan mensen willen duidelijk maken door middel van film en video hoe je bijvoorbeeld moet vrijen. Want de mensen weten niet hoe ze moeten vrijen en hoe hun eigen lichaam werkt. So, dat vind ik spijtig voor de hele mensheid. Maar, ik heb toch al die jaren zo gezegd, ik moet ermee stoppen, ook interviews en Lost in Amsterdam, dus nou ben ik toch gestopt. En hoe bevalt dat? Ik ben weer gezond geworden, zoals je kan merken, toch? Ik zie er toch een beetje meer together uit dan die imbecile die daar met die haren zo in een glas wijn zo met jou zit te praten. Het is me beter verlopen daar in Suriname. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff come out. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. But, you know, suddenly, one day, some little girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it will really become an art form. Ik vind het prettig te zien dat hij daar zo over denkt. En zo, dan zou ik nog een toekomst hebben. Misschien dat het nu pas begint, hè? Let's go on with the show.